Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een klein hoogtelaagje boven Nederland zorgde vandaag voor wat buien. En die buien zien we op de satellietbeeld uh, goed terug boven de Noordzee. Al die witte vlekjes, dat zijn allemaal buien. En sommige buien gingen gepaard met uh, hagel, korrelhagel of zelfs een enkele vlok natte sneeuw. In de loop van de dag ontstonden boven land ook veel stapelwolken, maar deze werden net niet dik genoeg om veel regen uit te laten vallen. Maar vanuit het noorden komen opklaringen dichterbij. Dat is ook goed te zien. Die liggen inmiddels al klaar boven de Noordzee. En daarmee krijgen we met name vanavond en vannacht te maken. Wat betekent dat we een koude nacht tegemoet gaan. Een naderende storing ten westen van ons. Die lijkt een stuk te lopen op een hoge drukgebied. Die in onze omgeving heerst. Waardoor het dus morgen en ook overmorgen. Zo goed als overal droog zal zijn. Met periode met zon. Maar ook koude nachten. Want vanavond brede opklaringen met dan temperaturen rond een graad of 7. Maar na zonsondergang zal de temperatuur toch heel snel gaan dalen. Met misschien aan het eind van de avond temperaturen die zo rond 1 of 2 graden liggen. Vannacht dus een flinke periode met opklaringen. Lokaal kan een enkele mistbank ontstaan, maar kijk eens naar de temperaturen. Op veel plaatsen ligt de vorst, de laagste temperatuur in het oosten van het land. Op een beschutte plek zou het misschien wel eens 3 graden kunnen gaan vriezen. De hoogste waarde vinden we terug aan zee met temperaturen rond of iets boven het vriespunt. In het binnenland waar dus ook het koudst wordt staat ook de minste wind. Daar is de wind zwak, aan zee blijft de wind matig. Morgen dan een koude start, maar dan is het wisselend bewolkt en blijft het eigenlijk op de meeste plaatsen gewoon droog. In het noordwestelijk kustgebied kan een enkele bui vallen, mogelijk met natte sneeuw en ook wat korrelhagel. En de temperatuur die komt daarbij uit rond zo'n 8 of 9 graden. Noordenwind is daarbij matig van kracht. Windkracht 3 of 4 en voor het gevoel maakt hij het nog een stukje frisser dan het al is. De komende dagen dan blijft het nog wat aan de koele kant. Vrijdag gaan de temperaturen wel weer richting de normaal voor de tijd van het jaar. Maar kijk eerst eens naar de nacht naar donderdag. Dan ook lage temperaturen met op de koudste plaatsen misschien min 4 graden. En dat zal ons eens kunnen betekenen dat de koudste nacht na 20 april sinds 26 jaar is. Vanaf vrijdag dan zijn de nachten wat minder koud, maar de temperaturen overdag die houden niet heel veel over met in het weekend nog maar een graad of 10. Herstel zit er op lange termijn nog niet in. Op de hele lange termijn, dan gaat de temperatuur mogelijk wat omhoog. Maar daarin zit nog zoveel onzekerheid dat ik eigenlijk nog geen zinnige uitspraak over kan doen. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.